Het woord is aan de heer Van Meijeren van FVD. Dank u wel, meneer de voorzitter. Voorzitter, het volgende citaat bevat taalgebruik dat als schokkend kan worden ervaren. Kanker, kanker, kankerzooi. Het zijn de woorden van een lid van de oproerpolitie, werkzaam onder de eindverantwoordelijkheid van de minister. Hij hanteerde dit taalgebruik terwijl hij, gewapend met een knuppel, afliep op een coronademonstrant die weerloos op de grond lag. En hoewel deze weerloze burger geen enkele bedreiging vormde, vond de agent het nodig om hem een trap tegen zijn hoofd te geven. Een explosieve trap tegen het hoofd van iemand die weerloos op de grond ligt. Het is het laagste van het laagste. Het lafste van het lafste. Je zou mogen verwachten dat deze agent, deze agressieve agent, direct door zijn collega's tot de orde zou worden geroepen. Maar het tegenovergestelde gebeurde. Zijn collega's stonden erbij en keken ernaar. En een van de agenten besloot hem zelfs een handje te helpen. En met z'n tweeën bleven ze nog een tijdje inknuppelen op de demonstrant, terwijl ze hem uitscholden voor kankermongool. Terwijl de demonstrant nog even weerloos op de grond lag en inmiddels überhaupt niet meer bewoog. Voorzitter, het zegt wat over de verziekte cultuur bij de politie. Het is inmiddels overduidelijk dat dit voorval niet op zichzelf staat. Het is geen incident. Het is slechts het zoveelste voorval in een patroon van extreem gewelddadig optreden door de politie tegen wie het lef heeft om zich te verzetten tegen de tyrannieke coronamaatregelen. In de verzamelbrief van de minister uit juni dit jaar staat: het uitgangspunt van ieder politieoptreden is de-escalatie. Waarom geldt dit uitgangspunt niet bij coronademonstraties en wordt daar ingezet op provocatie? We hebben het hier over het functioneren van de politie als zodanig. En daar is maar één iemand verantwoordelijk voor. De minister van Justitie. En de minister lijkt het wel prima te vinden dat ze mannen erop loslaan tegen weerloze burgers. Hij keurt het niet af, maar spreekt zijn steun uit voor de politie. En zolang agressieve agenten zich gesteund voelen door de minister, zal dit wangedrag van agenten eerder toenemen dan afnemen. De minister stimuleert met zijn houding dus buitensporig geweld tegen coronademonstranten. Gisteren was het opnieuw raak en werd er opnieuw door een groepje agenten met knuppels ingeslagen op een weerloze coronademonstrant die op de grond lag. Voorzitter, bij het vorige commissiedebat over de politie op 10 juni vroeg ik al aandacht voor dit structurele probleem. En de minister zei toen, en ik citeer: ik vind dat de politie in ons land zeer adequaat en beheerst optreedt bij alle soorten demonstraties. Is de minister bereid die woorden te heroverwegen en eindelijk afstand te nemen van grof fysiek geweld tegen weerloze burgers? Als de minister dit blijft weigeren, bevestigt dat waar Forum voor Democratie al tijden voor waarschuwt: het einde van de rechtsstaat. In een rechtsstaat beperkt de politie zich namelijk tot het opsporen van strafbare feiten en ligt bestraffing in handen van de rechter. En een staat waar de politie zowel strafbare feiten opspoort als mede direct lijfstraffen uitdeelt, heeft meer weg van een politiestaat. En in zo'n staat wil ik niet leven. Dank u wel. Dank u wel. Daarmee eindigt de eerste termijn van de zijde van de Kamer.